Hey, een hele goede morgen, Hugo Bakker hier. Voor de laatste uitzending in maart, Facebook Live. En ik wil het hebben over commitment versus vrijheid. Nou, tjonge, het was maar een maand, maart. Nou, laat ik eerst eens eventjes terugkijken naar wat er gisteren is gebeurd. Maar voordat ik dat ga doen, geef ik heel eventjes de tijd aan mensen om binnen te druppelen. Want, nou ja, ik zie dat. Ah, daar komen de eerste mensen, denk ik, al aan. Dus typ even goedemorgen of iets dergelijks. En, ja, het is deze maand elke dag Facebook Live. Nou, ik ga in deze uitzending mijn bevinding vertellen. Hey Jolanda, goedemorgen. Dus, nou, ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen. Je kunt natuurlijk altijd de opname nog een klein stukje terugkijken. Allereerst, wat was er gisteren aan de hand? Gisteren was de nieuwe serie auteurs vanuit het boek waar ik met Daisy Gordijn heb geschreven, of waar ik het heb uitgegeven. Dag Harro. Daar was een nieuwe expertserie. Dus er waren 5 nieuwe auteurs. Eigenlijk 7, omdat 2 mensen, 4 mensen het samen hadden gedaan. En dat betekent dus ook weer een nieuwe stapel met boeken in die serie. En ik moet zeggen, de auteurs hebben echt fantastische presentaties gegeven. Sterker nog, vorig jaar in september toen ik een presentatie gaf en de mensen die met mij presenteerden. Dit was nog veel en veel beter. Het was echt geweldig. Dus ik heb een hele leuke middag gehad. Ik heb een hele stapel boeken om te lezen. Echt super interessant. En ik geloof dat het ook voor de serie echt meerwaarde heeft dat we dit hebben gedaan. De jonge gasten zoals Maarten en Vanessa, echt fantastisch. Leerzaam ook hoe zij eigenlijk alles wat ze verdienen terug investeren in persoonlijke ontwikkeling, in vaardigheden, in tools, in alles maar om te groeien. Dus dat is echt ja, mooi om eventjes te noemen. Dus die haal ik even speciaal uit websites met resultaat. En systeem tip 21, waar ik heel erg sterk de DISC in herkende. Dus een onderscheid maken tussen lezers, bezoekers die verschillend soort gedrag vertonen. De een is nou wat sneller, de ander is wat langzamer, de een wat meer details, de ander is meer rationeel en de ander wat meer op gevoel. Nou ja, daar kunnen in de toekomst de websites zich dus op aanpassen. Die websites bestaan al, maar dat zijn echt de grote met een groot budget websites. Maar ik geloof inderdaad ook dat dat dichterbij gaat komen. En op dit moment kun je daar natuurlijk al een beetje rekening mee houden, maar dat is dan nog wat statisch. Anyway, ik liep daar dus gisteren rond, grote groep mensen, en dat vind ik echt werkelijk geweldig om te merken dat heel veel mensen mij kennen. Natuurlijk omdat ik een aantal mensen ook zelf heb uitgenodigd, maar ook vanwege deze Facebook Live-uitzendingen. Heel veel mensen kwamen gisteren naar me toe en ze zeiden van: wow, Hugo, dat je dat volhoudt, joh. Elke dag Facebook Live. En nou, vond het helemaal geweldig eigenlijk en super geïnspireerd. Nou, en ik ben daar verder ook over na gaan denken en ik heb het ook die mensen verteld en dat ik op een gegeven moment ook zei van: ja, ik heb dat commitment gedaan, en dit is waar ik het met jullie over wil hebben vandaag, commitment versus vrijheid. Ik heb het commitment gedaan naar de wereld toe, naar deze groep ondernemers toe, van oké, in maart elke dag live. Goedemorgen Annette en Jan. En ik weet nog dat ik het spannend vond om dat commitment te doen, want als ik iets zeg, dan vind ik ook, dan moet ik dat ook doen, want anders ben ik gewoon niet betrouwbaar. Ben ik niet betrouwbaar, dan houdt het als ondernemer volgens mij heel snel op. Dus elke dag Facebook Live. En wat doet dat met mijn vrije ondernemersgevoel? Want nu moet ik wel. Goedemorgen Daisy. En dus dat eigenlijk kan ik ook wel concluderen in mijn leven wringt dat altijd wel. Een commitment doen
en vrijheid hebben. Dus bijvoorbeeld, in loondienst gaan is een commitment. Nou, dat was uiteindelijk toch ook niet wat ik wilde. Ondernemen, dat is vrijheid. Maar goed, hoe ga ik dan klanten helpen? Dan ga ik toch ook een commitment aan. Sterker nog, een huwelijk is dat ook niet commitment. Nog erger dacht ik altijd, kinderen, dat is het ultieme commitment. Dus is altijd een beetje een worsteling geweest. Nu ik eenmaal kinderen heb, vind ik het helemaal fantastisch. Voel ik dat commitment helemaal niet meer zo. Zelfs het getrouwd zijn is nu ook wat losser in de zin van, voel ik dat commitment ook niet zo meer als benauwend, als beklemmend. Maar ja, 30 dagen achter elkaar Facebook live, en dat valt dan ook wel mee, want werkdagen. Hoe ga ik dat doen? Nou, ik kan je vertellen, het was makkelijker dan ik ooit had kunnen denken. Gewoon elke dag om 9 uur hier live zijn. Wat het mij opleverde was heel simpel, het gaf mij ritme. Hè, dus uit mijn bed komen en dan, focus, ik zou eerst Facebook live gaan. Dus, weet je, en ik heb het nog niet eens over waarom ik dit doe. Hè? Dus het gaf mij ritme en het gaf mij energie. Als ik zie dat steeds, dag Henk ook weer, steeds dezelfde mensen terugkomen. En dat ook mensen reageren in de chat. Dat ze misschien wel duimpjes en hartjes geven. Het geeft echt energie. En ik geloof ook echt dat ik hierdoor op een makkelijke manier door meer mensen gekend ga worden. Je kent er vast wel no, like, trust. Dus dat mensen mij makkelijker kunnen leren kennen. En dan kunnen ze zelf bepalen of ze het leuk vinden, of ze het waardevol vinden. Nou, ik zag gisteren Doreen Ketel, die had er een live uitzending over gemaakt van Hugo, wat jij deelt is echt goud waard. Dus het wordt ook echt enorm gewaardeerd. En daarom zou ik ook echt iedereen aanraden om dit gewoon te gaan doen. En het voelde dus eigenlijk helemaal niet als een zwaar commitment. En de sleutel voor mij was nu, op dit moment, hè, in deze maand dat ik het heb gedaan, dat ik er een deadline aan gekoppeld had. Ik had gewoon gezegd, in maart. Ik had niet gezegd, de rest van mijn leven. In maart. En dat betekent dus, dan kan ik naar het einde toewerken. Dus in maart, elke dag Facebook live. Nou, dat betekent vandaag is de laatste dag maart, want morgen is 1 april, is mijn dochter ook jarig. Ik ga straks een speurtocht bouwen. En dat betekent dat ik de vrijheid heb om maandag te kiezen, kom ik uit bed of kom ik niet uit bed? Ga ik Facebook live of ga ik niet Facebook live? En wat ga ik dan doen? Ik kan zelfs nog kiezen op welke pagina, in welke groep. Dus het staat helemaal open. Ik kan helemaal vrij hierin zijn. Misschien doe ik wel een nieuw commitment van, ik heb besloten om ook in april Facebook live te gaan doen. Nou, daar ga ik gewoon nog eens eventjes over denken. De lessen die ik heb geleerd. Hoi Helma! De lessen die ik heb geleerd, even los van met Freerik en dat ik mag vragen om duimpjes en hartjes. Willen jullie een duimpje en een hartje als jullie het hebben gewaardeerd de afgelopen periode? En dan heb ik even geen telefoon bij de hand om de hartjes te zien. Ach, weer een les. Wat ik heb geleerd van deze Facebook Live uitzendingen. Nou, dat het sowieso leuk is en energie geeft. Dat mensen me kunnen leren kennen en kunnen leren vertrouwen. Dat ik elke keer een call to action erin kan gooien. Dus dat mijn boeken daardoor iets meer verkocht zijn. Dat dan mijn e-maillijst daardoor meer vergroot is. Dat daardoor meer mensen misschien de Passief Inkomen Academy zijn gaan doen. Of nog aan het besluiten zijn om te gaan doen. Dus dat levert het allemaal op. Het leverde op dat elke dag meer dan 10 mensen live zijn. Maar ik heb ook wel een gevoel van leuk, maar ik wil meer. Ik wil een grotere groep mensen bereiken. Dus daar heb ik ook echt over nagedacht. Dat ik dacht van, hoe kan ik dat voor elkaar krijgen zonder dat ik het elke dag aan moet kondigen? Dus het kan zijn van, het moet gewoon beter qua content. Hè? Dus dat zag ik met Freerik, daar was de content beter, werd het vaker gedeeld. Of het moet dan toch maar op een bedrijfspagina
zodat ik ermee kan adverteren, waardoor ik meer mensen ga bereiken, meer likes en dus ook uiteindelijk meer mensen live in de uitzending. Wat ik wel echt heel erg gaaf vond, is dat mensen dus ook gewoon op een later tijdstip kijken en dan niet altijd reageren, maar ze kijken wel, want ik krijg de reacties en de waarderingsmailtjes enzovoort. En je ziet dan ook onderaan het scherm zie je dus 218 weergaven of 576 weergaven. Dus je ziet ook verschil tussen aantallen per video, per uitzending. Dus er wordt na de uitzending ook echt massaal gekeken. En dat effect, dat is eigenlijk heel moeilijk te meten in de zin van, wat doet het met jou aan de andere kant van het scherm? Hoeveel impact heeft het? En dat vind ik echt fascinerend. Dus dat betekent gewoon dat je per definitie eigenlijk meer impact hebt dan dat je eigenlijk beseft en direct terug hoort of leest. Dus geweldig. Dag Sigrid. Morgen. Dus dit waren mijn bevindingen van de afgelopen maand. Ik zou het iedereen echt aanraden. Doe dus noods een micro-commitment. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, straks in april ga ik elke maandag of zoiets live. Dus dat kun je natuurlijk ook doen. Dag Jeroen, een hele goede morgen. Ik heb ook gewoon een vraag aan jullie. En dat is gewoon heel simpel. Wat is jullie behoefte? Hoe kan ik verder helpen? Waar zou je meer mee geholpen zijn? Als dit al inspiratie is, hoe kan ik nog beter helpen? Wat is voor de toekomst nog je behoefte? Als je dat wil posten, ook op, als je naar de opnames kijkt. Hè, want ik ben altijd bezig om te verbeteren en te kijken hoe ik nog beter kan helpen. Dus dit was commitment versus vrijheid. Over vrijheid gesproken, ik doe aanstaande maandag voor de laatste keer het webinar over hoe word ik een vrije ondernemer. En die zal ik even in de chat plaatsen. Zo, dan kun je je daar aanmelden mocht je daar nog niet bij geweest zijn. Schrok me iets te binnen wat ik wilde zeggen. Ik ben het even kwijt. Ik zal in ieder geval Jolanda de opmerking even. Oh ja, ik weet al wat ik wilde zeggen. Zeker inspirerend. Ik wil wekelijks online gaan. Hartstikke goed. Vandaag om 10:00 voor het eerst. Yes. Kijk, en dat is waar ik eigenlijk voor leef, heb ik gemerkt. Nog veel meer voor leef dan om mensen te helpen om passief inkomen te bouwen. Wat uiteindelijk voor mij, als ik terugkijk, gewoon ook een groeiproces geweest is richting vrijheid. Om mensen te helpen groeien, om mensen te helpen om in actie te komen, om ook gewoon hun droomleven te creëren. En vandaar dat mijn aandacht eigenlijk steeds meer toegaat naar de succesroute pagina en website die eraan gaat komen. Vind ik gewoon fantastisch. Dus dan is online marketing is een onderdeel daarvan, maar sporten, gezondheid, een goede relatie hebben. Al die dingen vind ik ook gewoon geweldig. Als ik kijk naar boeken, lees ik veel marketingboeken? Eerlijk gezegd niet. Lees ik veel succesboeken? Ja, alleen maar. Dus ik merk dat dat eigenlijk de richting is. Dus even kijken. Oh, succesrouteverhalen zijn ook inspirerend. 9:00 gaf me ook structuur. Yes, dankjewel. Oké. Dank voor de feedback voor de yes. En hoe live video inzetten als funnel? Tips, hoe doe jij dat? Hoe live video? Nou, heel simpel. Wat ik zojuist deed, is call to action naar het webinar. Voor de laatste keer. Online gratis training over hoe word ik een vrije ondernemer, waarin je gaat leren hoe je wat er nodig is om een vrije ondernemer te worden, wat je moet doen. Nou, dus dat is een call to action, die ga ik later ook nog bovenin zetten. En dat kunnen gewoon kleine call to actions zijn. Ik zou aanraden om het vooral te doen richting je gratis weggever. Dus ik heb natuurlijk ook steeds gezegd van, joh, als je dit boek koopt, schrijf een recensie of
Als je het eerst gewoon eventjes wil lezen, ga dan naar deze pagina. Nou, en dan deed ik, ik moet het even zo doen, want dat was niet mijn call to action van vandaag. Dan kan je de eerste 15 tips gratis downloaden. Nou, dus dan heb ik gezien dat die mailinglijst, of die lijst, ook verder ging groeien. Je zou ook zelfs kunnen zeggen, nou, omdat het de laatste dag van de maand is, krijgen jullie korting op mijn online product. Hier voor kortingscode of iets dergelijks. Dus op die manier kun je dat prima doen. Henk zegt meer informatie rond funnel. Top, dankjewel. Dag Eve. Hoe zet je een call to action bovenin je streaming video? Dat kun je. Ik gebruik nu Be Live. Dan kun je van tevoren de tekst al schrijven die bovenin komt. Dan kun je het tijdens de live, kun je hem in de reacties, kun je call to action plaatsen. En na afloop, als je de uitzending beëindigd hebt, dan zeg je, klik je op klaar of iets dergelijks. Dan kun je na afloop op Facebook gewoon zeggen, klik om het berichtje te bewerken. En dan zet je de call to action dus na afloop erin. Heel simpel. Ja, Sigrid, dit is waar. Ik denk dat je zeker Facebook Live ook mag gebruiken om nieuwe mensen aan te trekken. En dat mensen het door gaan vertellen. En dat ze dan op een hele laagdrempelige manier kennis kunnen maken. Was deze persoon bij me? Kan ik hier iets van leren? Oh, een call to action naar een iets wat ik kan downloaden. Wat interessant lijkt voor mij. Waar ik, nou, wat ik gewoon eventjes kan doorbladeren. En that's it. Jeroen, ben heel benieuwd naar jouw kijk op funnels. Zeker naar jouw bezoek aan Texas. Ja, en ik moet ook zeggen dat ik heb daar wel ook nieuwe kijken op gekregen. En ook zin om te gaan bouwen. Maar heb ik nog eventjes uitgesteld tot april. En dan ga ik op 100%. Mijn werk van een deadline funnel gebruiken of bouwen. Deadlinefunnels.com dacht ik. Dat is een speciale tool. En kijk er al naar uit om dat te gaan doen in de komende periode. En dan verwacht ik met een product van €95 dat ik daar, voorzichtig zeg ik dit hoor, dat ik daar echt volledig passief denk dat ik toch wel rond de €5000 zou moeten kunnen komen. En dat is een voorzichtige schatting. Het kan wat minder zijn. Het zou zelfs veel meer kunnen zijn. Dus dat ga ik mee experimenteren. Daar heb ik zin in. En ja, tot in de detail ga ik dat uiteraard met de mensen in de Passief Inkomen Academy delen. En jij hebt natuurlijk een coachgesprek gewonnen. Gaan we vanmiddag doen. Dus gaan we daar al over bomen. Heb je al contact gelegd? Henk, ik weet niet precies wat je bedoelt. Ik heb gisteren ook nog een tip gekregen van iemand. Die zei, Hugo, je zit zo dicht op het scherm. En die ging daar ook wat psychologisch zeg maar op in. Dus ik heb nu bedacht dat het scherm wat verder weggezet is. Ik zou nog wat verder, want ik was bang dat ik het niet zou kunnen lezen. Maar ik even test. Ik kan nog steeds lezen. Dus dit is wel een prima manier ook. En dan ben ik nog wat verder. Dan zie je hier opeens allerlei spullen zoals een broek. Ik zit niet in mijn onderbroek. Kijk. Dus ik zit gewoon ook niet in mijn korte broek. Kijk. Dus wat verder bij het scherm vandaan. En dan kan ik ook mijn camera wat meer kantelen natuurlijk zo. Hoppakee, yes, ja. Dus ook op die manier weer geleerd gisteren. Oh, dan gaat hier iets mis. Ja, oké. Nou, tot zover deze uitzending. Laatste keer was dat in maart. De call to action was dus naar het webinar van aanstaande maandag om 10:00. Dat is de laatste keer dat ik een webinar geef over hoe kun je een vrije ondernemer worden. Dus hoe maak je online programma's en hoe verkoop je ze? Ga ik het uitgebreid over hebben. Ik word Pipo genoemd. Dus, nou,
Ook na afloop kun je je vragen natuurlijk nog inschieten. Dus ik wens jullie een super, super gefocuste dag. Ik ga straks een speurtocht voorbereiden. En vanmiddag is het feestje van mijn dochter. Morgen is ze jarig. Dus ik heb gewoon een hele leuke tijd zo. Oh, nog één vraag zie ik hier. Gaan we beantwoorden. Hoe krijg je zo die berichtjes in beeld? Dat kan rechtsbovenin zie je Be Live staan. Met die tool, zo'n gratis tool. Kan ik gewoon aan de rechterkant, kan ik het gewoon aanklikken. Dan zie ik, oh, Jolanda Baan die schrijft iets met een vraag. En dan klik ik op show en dan komt dat in beeld. Vind ik hartstikke mooi. Dus top. Helma, het was mij een groot genoegen om dit te doen. En jou ook gisteren te ontmoeten. Super, super, super. Dus nou, nogmaals, super gefocuste dag. Weet wat je gaat doen. Als je een commitment wil doen, zet in de reacties wat je vandaag af wilt hebben, zodat iedereen mee kan lezen. En dan zou ik bijna zeggen, als de sodemieter aan de slag. Maar ik zie Daisy hier nog iets schrijven. Dankjewel. En ja, Daisy, jij gefeliciteerd met jouw feest gisteren. Ik zag dat je weer verder gegroeid bent. En als mens, als ondernemer en ook als... als expert-tip-serie leider. Dus ik zie het nog veel verder groeien. Ik had jou een suggestie gedaan om gewoon een lijst met 100 onderwerpen te maken. Dus dat dit 100 is. Zodat mensen nu al contact met jou op gaan moeten nemen. Dat ze ook onderdeel van die serie willen zijn. Omdat ze zien wat het voordeel daarvan is. Dus top gedaan. Oké, okay, goed zo. Helma doet al een commitment dat de facturen af moeten. En ik wens jullie nogmaals een super gefocuste dag. En nu als de sodemieter aan de slag. Hoi!